De kampioenen! Vandaag zijn we met Celine en Giel. Hallo! Yes. En... Tien. Lachen. Oh. Oké, wat we vandaag gaan doen is een super toffe voetbalchallenge. Want een tijd geleden hebben wij tegen elkaar gestreden. Wie had gewonnen? Ja, oké. Okay. Dus vandaag dachten we, we gaan vandaag even onze Belgische vrienden uitnodigen. Want we hebben vorige keer ook een challenge tegen hun gedaan. Wie had toen gewonnen? Wij. Ja, maar toen hadden we een heel toffe shirtje bij gekregen. Dus ik ben vandaag ook een beetje België. Ja. Maar vandaag gaan we strijden. Team Le Cap Nederland tegen team Sammy beginnen. Semi. Wat zei Sammy? Celine en Michiel. Dan gaan we kijken wie er vandaag gaat winnen. Ik ben heel benieuwd. Wie denken jullie dat vandaag gaat winnen? Team Le Cap of team Semi? Wij! Wij zijn dat! Hier staat ook nog... Nee. Hier staat PSG en hij is niet heel erg Messi fan. Dus zeg maar niet meer zo zeggen. Oké, Debbie, voordat we gaan beginnen. Hoeveel duimpjes omhoog? Voor de 30.000 likes. En natuurlijk abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En dan lopen we even die kant op. Hey, we zijn deze kant op gelopen, want we hebben vandaag 4 challenges staan. Ja. En bij elke challenge heb je natuurlijk een winnaar. En we hebben hier een prijs en een strafladder. Ja. Zoals je kan zien. Een bal voor... Geld. Waterballonnen. Slagroom. Pokémon. Wow, kijk zo op Pokémon. Devon, gaan we dit wel weggeven? Goed ons best doen. Ja. Goed ons best doen. En... Sambal. En natuurlijk voor wie die goed schiet. Je mag even hier de tuin gaan bezitten, want dat is wel hier zo nodig. Toch? We hebben ook supporters vandaag aanwezig. We hebben hier Mimi. Mimi, wat denk jij? Nederland of België? Oké. Okay. Nederland of België? Nee. Nee, oké. Okay, niemand niet. Oké, okay, we gaan het gewoon zien. Het is tijd voor de eerste challenge. De eerste challenge heet boter, kaas en eieren. Voedselchallenge. Ja, jullie mogen allebei boterkaas en eieren pakken, dan geven we. Ja, dat gaan we vandaag dat eten. Dat kennen we dus echt niet in België, geen grap. Weet je wat het is? Oké, ik ga het even laten zien. Wat boterkaas en eieren is, is dat ze zeg maar zo vakken. En de eerste persoon die dan 3 op een rij heeft, die heeft gewonnen. Maar kennen jullie dit spel wel? 3 op een rij. Oh, ja, 3 op een rij. Tip 4, schuif wie als eerste gaat beginnen. Ik ga beginnen. Let's go, wij gaan winnen, ja? Maar ja, dat is wel al de slimste zet natuurlijk. Ik krijg hem hier. Oké. Die appels, ja. Wacht. Mimi! Ja! Wat wil je nou doen? Ja! Go! Yes! Nee, jij bent team groen, Devran. Ja, helemaal niet. Nee, ik ben goed bezig. Oké. Oh! Nee, wat een spannend! Met Danny! Als jullie hem raken! Oké. Power! Bias! Yes! Bias, trap op die bal! Ja, ik kom Bias! Ja, kom Bias! Nee, Bias! Nee, dat is Bias! Gaan we weer niet afnemen? Waar ga je hem neerzetten? Nee, de plezier! Yeah. Wij hebben de eerste challenge gewonnen. Hey, maar nu is de vraag. Ja? Wij gaan naar de ladder toe. Ja? Gaan wij schieten voor onszelf? Of gaan we schieten voor hun? Voor ons. Oké. Wat dan is, als we voor onszelf schieten, al raakt die sambal, moeten we sambal eten. Komt bij geld, krijgen wij geld. Debbie, ben je er klaar voor? Ja. Voor wat ga jij? Pokémon. Oké. Dit is een afstandje. Doe het goed. Oké. Slagroom. Maar hij kan nog terug. Nee. Ja, geld. Nee. Yeah. Ik ben klaar voor 2 ballonnen per persoon. Zijn jullie klaar voor? Nee. Oké. Ik heb wel echt goed gevuld. 3, 2, 1. En ben jij? Challenge 2! Challenge nummer 2 en dat is, we gaan een wedstrijdje doen. Tot de 2. Oké. Maar niet zomaar een wedstrijdje, we gaan een blinddoek wedstrijdje doen. Elke persoon van elk team krijgt een blinddoek. Er is nog 1 spelregel.
degene zonder blinddoek mag niet scoren. Ja. Overpassen. Eerst even teambespreking. Telkens wanneer de bal voor mij staat, zeg ik schiet. Okay, even kijken hoe het aan de andere kant gaat. Hoe gaat het hier met de teambespreking? Ja, oké. Dus jij moet eigenlijk actief begrepen. Ja, jij moet wel assist geven. Oké, de aftrap gaat zo plaatsvinden. Voordat dat gaat gebeuren, gaan Seren en Michiel 10 rondjes draaien. En daarna mogen zij de aftrap doen. Zijn er klaar voor? Nee. We gaan beginnen met draaien. Let's go. 1, 2, Sneller, Celine. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, begin maar met de aftrap. Naar voren. Waar? Waar moet je? Oké, het begint al heel erg goed. Oké, daar was de bal. Au, 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 au. Waar moet je? Jij mag wel wegschieten. Ja. 1 hour later. Ja, je moet wel zeggen. Nee. Hij stond op beeld. Ik moet eerlijk zijn. Die telt niet. Oh, en het is misgegaan. Oké. Wacht. Tijd uit. Overleg gehad. We gaan tot 1 goal. Aangezien het echt helemaal nergens over gaat. En opnieuw een aftrap, alleen zonder te draaien. Oké, dankjewel. Demo, kom eens. Tactiek. Oké, overleg. Jij moet Oké. Aftrap gaat beginnen in 3, 2, 1, go. Rechts. Oh, nee. Ja. 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 Zat-ie. Ja. Hij zit erin! Yeah. Oké, wij hebben weer gewonnen, maar winst betekent niet altijd dat je goed hebt gewonnen. Ja. Dus dit keer zeg ik, Demi gaat weg. En ik schiet voor hun. Wat ik raak, is voor hun. Want hem weghalen, beveiliging, beveiliging. Oké, daar komt hij dan, ja. Oké. Die is wel heel hard. Oh nee. Wat is het? Kortje trap. Kortje kick. Overduidelijk. Ben jullie? Hoezo ben je? Hè? Omdat ik heb gekozen voor jullie. Ja, dus wat je laat, dat krijg je. Dat kan een straf of beloning zijn. Ja. Okay. Gilles, zijn jullie klaar voor? Nee. Oké, wel naar voren kijken. Celine is echt heel bang. Oké, wat we nu gaan doen, we mogen allebei 2 keer schieten. Er staan 2 personen. Oké. Oh, is het Mimi? Mimi staat er ook. Hij blijft hangen. Beveiliging, Eli. Mia's weghalen. Mijn broertje. Beveiliging. Ja, beveiliging neemt er weer mee. Goed zo. Goed zo. Ben je er klaar voor? Ja. Let's go. Hey, niet kijken, jongen. Vincent. Oké, daar komt hij. Het is leuk om het te verwachten. Hij komt. 1, 2. Oké, hij komt. 1, 2. Sorry! Oh! Laat het was er dan. Die was wel heel bedoeld. Ja, Seren. Let's go. Oh, jullie hebben geluk. Oh, hey. Rustig. Beveiliging, security. Haal hem eruit. Daar is die. Ja. Security, pak hem. Ja. Ik ging ook bijna. Is KO. Had de ambulance erbij. Kom maar, Mia, snel. We hebben echt hulp nodig. Is die weer? De ambulance. Naar Michiel. Michiel. Daar. Breng maar. Ja, daar. Dat is de ambulance. Naar Michiel. Michiel heeft... Kom. Slechtste ambulance-medewerkers. Challenge nummer 3. En hoe vaak hebben jullie gewonnen? Dag niet. Oké, maar het is nu de volgende challenge. Hoe heet dat? Foul
lat, paal. Jullie mogen beginnen. We gaan onze beurt schieten. En de eerste team die paal, lat, paal schiet, die heeft gewonnen. Ze hebben 3 ballen, omdat ze 3 kansen hebben om wat te raken. Zijn jullie klaar voor? Jullie mogen kiezen. Of even zo'n alles op onze beurt. Jullie gaan zelf... 2 keer, ik ga 1. Oké. Okay. Oh! Ja! Linkerpaal, linkerpaal. Nee, dat was er niet op. Nee, dat was er niet op. Moet eerlijk zijn. Nee. Oké, okay, wij zijn nu. Oké. Oeh! Oh! 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 Ready? We kunnen het afmaken. Hak je! Oh! Oh! Pas op, pas op, pas op! Oeh! Oh! Security! Ja, security! Spannend! Debbie, wat spannend! Ja! Wij moeten nog maar 1 en wij moeten ze alle 3. Oké, okay, eerst ga ik de eerste bal. Oh! Oeh! Oh. 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 Oh! Je kan gelijk maken, hè? Ah! Oh. Oké, okay. Debbie, dat betekent als zij nu 1 keer raken, dat zij mogen schieten. Maar het moet wel de rechterpaal zijn. Rechterpaal, ja. Oké. Okay. Druk bij jou. Oké. Waar? Oh, nee. Oké. Hoe komt het? Ja! Come on! Oh ja, dan is de vraag. Gaan jullie zelf schieten op de prijzen, strafladder of voor ons? Voor het andere team? Ja. Schiet je voor ons? Ja. Nee! Voor jullie allebei, voor al het hele. Is de vraag. Waar gaan jullie voor? Ja. Slagroom? Word je slagroom in het gezicht, oké. Oké, wat gaat gebeuren? Zachtjes. Ja, dat is een goeie, Oh, nee! Een bezem! Ik wil het wel doen! Ik wil! Celine, dankjewel! Het was zo goed! Oh, en nu jou! Oh, dank je, de Frans! Nu ben ik er helemaal troon voor. Oké, challenge nummer 4. We staan alle 4 hier zo klaar, alle 4 de bal. Ja. En het is nu als volgt. De eerste team die 2 keer de bal hier zo inschiet en hier een ring krijgt, die heeft gewonnen. Yes. We gaan alle 4 als eerste aftrappen. Onthoud je bal. Nou, kijk wie dus eerst een punt krijgt. Ja? Okay. 1, 2, 3. Oh! Iedereen heeft gelukt. Gaan we nog een keer doen, het zag er heel leuk uit. Zijn we allemaal klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Oh nee! De allerlaatste keer dat we met z'n allen schieten. 1. Oh! We gaan nu 1 voor 1. Debbie mag beginnen. Oké. Kom, Debbie. Oh! Oh! Zo! In 1 keer, hard maar. Jullie moeten 2 keer scoren om te winnen, hè? Zo, Debbie! Die was goed! 3. Oh, het ligt aan de bal. Nee. Ja, ik wil onderkant lat doen. Oké, deze is erin. Ja! Nee! Laat zien hoe het moet, Debbie. Oh-oh. Oeh, Celine. Oh! Voordat we daarheen gaan lopen, ben ik heel erg benieuwd of de kijkers thuis gelijk hadden. Dachten jullie ook dat wij zouden winnen of dachten jullie dat zij zouden winnen? Sorry. Ik had jullie wel gegund, moet ik zeggen. Op een gelijkspel. Ja, het was heel slecht van ons. Debran heeft wel een topdag gehad. Ja, dus, ja, dankzij Debran hebben we gewonnen. Oké, Ilay is er ook bij. We hebben unaniem besloten omdat we iets willen doen. Ja. Aangezien jullie 3 keer verloren hebben, mogen jullie voor jezelf een straf kiezen. Oh. Wij lopen weg, bespreken met elkaar wat jullie graag zouden willen. Ze zijn hier druk aan het overleggen, alle straffen worden erbij gepakt. Ik ben heel benieuwd voor welke straf ze gaan. Debran! Ja? Oh nee, Debbie wordt erbij. Oh! Wacht, okay. Oh. Nee, die was al de ploeis genoeg. Oké. Okay. Wat zijn ze aan het overleggen? Wat zijn ze aan het bespreken? Voor welke straf gaan ze, denk je? Ik denk dat ze voor de waterbal gaan, dus mensen erger denken. Ja, waterbal is wel minst erg. Kortje kick was wel heel heftig bij hun. Nee. Oh, wacht! Nee. Oh! Dit was
geen goed gevoel zijn! Oh. Oké, moet ik zeggen, ik vond het helemaal niet erg. Want het is super lekker weer. Nou, hierbij wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de challenge. Dan zou ik zeggen, abonneer en tot de volgende keer. Oh ja, voordat ik het vergeet, ik wil jullie natuurlijk hartstikke bedanken dat jullie vanuit België hierheen zijn gekomen om met ons mee te doen. We hebben net ook een superleuke challenge gedaan met Celine en Michiel. Onder in de linker staat hun video. En dan zou ik zeggen, ik ga douchen, want ik ben helemaal nat. Doei!